Vicepresident Ronnie Brunswijk gaf op 25 juli te Münder het startsein voor een landbouwtraining aan 25 mensen. Met speciale hulpvragen, georganiseerd door stichting ISOS. De training, die 4 maanden duurt, biedt theoretische en praktische kennis over het telen van gewassen zoals peper en tomaten. Het doel is te gaan naar zelfvoorzienendheid en nationale ontwikkeling. Stichtingsvoorzitter Bianca Graskamp ziet de training als een kans voor deelnemers om bij te dragen aan de opbouw van Suriname. Studenten van de bevelvoering en stafcursus, de hoogste militaire opleiding die nu in Suriname kan worden gevolgd, kregen op 25 juli 2024 een informatiesessie in de parlementaire conferentiezaal. Voorzitter Marinus B. opende de sessie waarin Rewien Ramdaras, Clyde Soeto-Dirio en Maarten Ferrier uitleg gaven over wetgevingsprocedures. Na de presentatie was er een vragenronde met subgriffier Naresh Algu en de sprekers. Het ministerie van Economische Zaken heeft de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 27 juli tot 9 augustus 2024 bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 37 SRD en 70 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 49 SRD en 25 cent worden betaald. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie.